Cultuur in actie, inderdaad. De derde dag is het alweer, zou ik bijna zeggen, van deze ketendemonstratie die bedoeld is om de politiek, maar ook onszelf bewust te maken van het belang van kunst en cultuur in deze samenleving. En wat we allemaal zouden missen als dat minder wordt of zelfs zou verdwijnen. En dat dreigt nu wel door deze coronacrisis. En ik heb nu aan tafel Jan Poo. Wij kennen elkaar niet. Nee. Je bent freelance tv-regisseur. Je hebt jezelf aangemeld om hieraan mee te doen. Vertel. Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk niet zo activistisch van mezelf. Dus al die demonstraties. Je had gewoon niks te doen. Ik had niks te doen. Nou, dat viel eigenlijk nog mee, gelukkig. Maar nee, ik vond echt wel dat ik hier mijn stem moest laten horen. En een aantal collega's die ik ken hebben er ook aan meegedaan. En dan ondersteun ik dat altijd met Facebook berichten, goed gedaan en I like it en geweldig. Maar ik denk, nee, nu moet ik zelf ook even daar duit in het zakje doen. Leg even uit waarom, want bij tv denk ik, dat is nou het enige wat ongeveer niet alleen doorgaat, maar ook meer kijkcijfers heeft, meer mensen kijken tv dan ooit. Klopt. Dus wat doe je hier? Wat doe ik hier? Nou, ik heb het geluk inderdaad dat ik juist misschien wel door de corona-ellende misschien nog wel meer werk heb, omdat er een aantal programma's zijn opgetuigd juist rond dit thema. Maar ik was net begonnen met een dramaproductie voor de Erasmus Universiteit in Rotterdam met een aantal jonge acteurs. 6 studenten in een studentenhuis met allerlei perikelen. Daar hadden we net 2 draaidagen van gehad. Daarna moesten we stoppen natuurlijk, vanwege de ellende. En ik merkte daaraan, dat zijn allemaal jonge mensen nog. Een aantal van hen waren aan het afstuderen bij de Filmacademie. En die zien dat allemaal in het water vallen. Ja. En ik zie ook wat voor impact dat heeft. Dus je bent vierdejaars Filmacademie student en je kunt je film niet afmaken. En je weet eigenlijk helemaal niet of je überhaupt nog een diploma krijgt. En als je dat al krijgt, wat dat dan nog waard is. Ja. Dus eigenlijk zie ik dat ook heel erg. Ik heb bewust jongere collega's gevraagd om die productie mee te maken. Dat is geweldig leuk. We hadden het allemaal opgetuigd en het liep als een trein. En ik zie dat helemaal in elkaar storten. Ik denk, ja, daar wil ik me wel hard voor maken. Ja. Dat is de reden waarom ik hier zit. Doe jij veel van dat soort producties? Ik bedoel, waar ben je nog meer bij? Zijn dat allemaal dramaproducties? Hoe divers is dat allemaal? Ik noem mezelf altijd in het bescheiden AV-prostituee. Maar ik doe heel veel verschillende dingen. Dus ik maak heel veel meer cameraproducties, doe ik. Dus talkshows zoals dit. Ik maak veel programma's voor Zeppelin, voor Zep. Dus voor jongere kijkers? Dingen zoals Checkpoints heb ik ooit opgezet. Ja. En dat soort echte jeugdprogramma's. Maar daarnaast ook talkshows. En in het kader van de hele coronaverhaal heb ik met Jacobine Geel een serie gemaakt Op Adem. 50 korte gesprekken met mensen uit het hele land, theologen, muzikanten, dichters, die allemaal vertellen wat hun op de benen houdt in deze tijd. Ja, wat houdt jou eigenlijk op de benen in deze tijd? Toch de mazzel dat ik nog heel veel kan samenwerken en mooie producties kan doen. Dat ik ook de tijd eigenlijk heb om dingen die ik al lang in mijn laadje had liggen, nou eens door te ontwikkelen. Zoals? Een film waar ik mee bezig ben, een serie, een dramaserie. Maar dramaseries zijn natuurlijk nu het probleem. Want hoe maak je een dramaserie op 1,5 meter afstand? Nou, niet. Dat kan eigenlijk onmogelijk. Er is nu wel een soort protocol in werking waar ze steeds meer een beetje proberen daar een vorm in te maar vinden. Maar zoenen is er niet meer bij in een dramaserie? Nee, seks en vechten is out of the order nu. Ja. En heel veel scènes hebben natuurlijk te maken met een bepaalde afstand, intimiteit. En ja, dat mis je allemaal. Seks, inderdaad, vechten, maar ook troosten. Wat dan ook. Nou, de serie waar ik net mee was begonnen was in een studentenhuis, wat alle karikaturen van het studentenhuis in zich had. Je kon echt het eten met 4 lagen van het behang afschrapen. Ja, en had je voor een week te eten. Ik ben blij dat niet door is gaan. Nee, er waren een aantal actrices met name die zeiden, ik ben wel even opgelucht dat we hier niet heel lang hoeven zitten. Maar de grap is, dat heeft natuurlijk te maken met een heleboel jonge mensen bij elkaar in een kleine ruimte. En dat ben je nu natuurlijk kwijt. En dat kun je nu ook niet maken. Ja. Zou het een idee zijn, er zijn acteurs die zeggen dat het acteur zijn een contactberoep moet worden, waardoor je natuurlijk binnen bepaalde voorwaarden weliswaar, maar toch weer gewoon kunt werken. Ja, het enige is dat een goed idee? Dat lijkt me zeker een goed idee. Het enige is dat contactberoepen impliceert, daar heb je een professional tegenover een klant. En dit zijn natuurlijk beide professionals. Ja. Dus daar moet je denk ik wel andere richtlijnen voor hebben. Ja. Maar het feit, je kunt niet acteren zonder, je moet door die 1,5 meter heen, dat kan gewoon niet anders. Nee, dus daar zullen ze een vorm voor moeten vinden, denk ik. Ja. Als jou nou gevraagd wordt,
Wat is het belang van... Kijk, weet je, het is allemaal heel, wat je nu zegt, het is allemaal heel dramatisch en zielig en vervelend en al die mensen hebben geen werk. Maar wat is het belang van kunst en cultuur? Niet alleen op televisie, natuurlijk ook, maar ook in het algemeen. Heb je dan... Ja, ik denk dat het echt een groot onderschat belang is, kunst en cultuur. Want het lijkt altijd zo elitair voor een bepaalde groep mensen. Maar kijk, iedereen ziet ook, en dat is op zich ook wel een cliché, iedereen grijpt in deze tijden terug naar boeken lezen, muziek luisteren, films bekijken. Dus die hebben, je kunt zeggen, nou, die hebben er nu ook tijd voor, dus een mooi tijdsverdrijf. Maar ik vind het echt een onderdeel van je cultuur en van de manier waarop je opgroeit, dat je gewoon kunst en cultuur als wezenlijk onderdeel hebt van de samenleving. Want nu zeggen ze allemaal, wat mij opvalt, er komt een crisis. Het enige of het eerste wat altijd wordt genoemd is het economische effect. Dus we gaan er allemaal minder... We gaan allemaal minder verdienen, het kost ons allemaal geld. Ja. Maar er zijn heel veel waarden, zeg maar, die je haalt uit boeken, die je haalt uit films, die je gewoon op een andere manier niet toegediend krijgt. Ja, en die niks met economisch effect te maken hebben. Maar juist met niet. Heel intrinsiek, juist niet. En dat is het belang. Ja, want dat is het grappige natuurlijk. Aan de ene kant zie je mensen zich in allerlei bochten wringen om het economisch belang van de kunsten ook te aan te tonen. Hè? Ja. Weet ik veel, je krijgt maar zoveel, wordt erin geïnvesteerd en het levert zoveel op. En dat is dan veel meer. En daarom alleen al zou het belang... Maar jij zegt juist, nee, het is heel belangrijk om die autonomie, om de autonome waarde van kunst te... Ja, en dat is natuurlijk heel raar dat dat meteen het ondergeschoven kindje is. Ja. En wat ik ook wel lastig vind aan dit initiatief, volgens mij zijn de mensen die dat al een warm hart toedragen, die zijn het allemaal al zo met elkaar eens. Ja. Maar je moet dit tegen een soort betonblok aanduwen van mensen die zeggen van ja, wat is het belang? Maar ja, niet alleen dat, die vinden dat een linkse hobby. Ja. En die zeggen van, het is hartstikke leuk als jij iets in het concertgebouw wil luisteren en dat doe je dan maar lekker zelf. Ja. Maar mensen zien bijvoorbeeld niet dat bijvoorbeeld muzikanten, voordat er een liedje wordt gemaakt, zit er een heel arsenaal aan kennis en bagage wat je hebt opgebouwd. En dat is allemaal tijd en investering, dat wordt niet in geld uitgedrukt. Mensen zullen dat altijd blijven doen, ook al krijgen ze er geen cent meer voor betaald. Maar juist daarom denk ik, van moet dat ook beschermd worden. Ja. Anders zitten we straks met een hele, dan hebben we de economie weer op gang en dan is het voor de rest een gigantische kaalslag. Als ik jou nou vraag, hoeveel mensen vertegenwoordig jij? Kun je dat überhaupt kwantificeren? Of zeg je, ik vertegenwoordig alleen mezelf? Dat is namelijk ook goed, hoor. Nee, ik denk wel dat ik een aantal mensen vertegenwoordig. Zoals wat ik bijvoorbeeld zei, die mensen, die studenten die ik heb ingehuurd voor die dramaproductie. Die, ook om een reden dat ik denk ik wel jonge mensen eraan gekoppeld hebben. Die vertegenwoordig ik van harte. En juist, dan denk ik dus met name aan die studenten van de Filmacademie die nu maar in een soort afstudeerfase zitten waar ze niet weten waar het toe leidt. En dat is nu nog te overzien. Maar voor de komende jaren, als dat je voorland is, als je met een geweldige opleiding bent begonnen, Filmacademie, en je staat straks op straat en jouw voorland is dat je de komende jaren misschien helemaal niet in dat vakgebied bezig kunt zijn. Ja, dat gaat me heel erg aan het hart. Dus jij vertegenwoordigt de mensen die onze toekomst vertegenwoordigen? Ja. Dat zeg ik als oude lul, maar dat is wel een beetje waar, ja. We doen hier niet aan leeftijd. Dank nee, heel je wel. Goed. Dank je. Dank je wel. Jan-Paul, zet je handtekening als je wil op de muur achter mij. Ga je doen. En dank voor... Oh, ik moet je nog vragen, dat hoor ik dan. Ik heb een oortje, dames en heren, en daar wordt dan ingezegd. Je moet even een getal noemen. Hoeveel mensen voor de teller? Want die staat nu op 200.001... En 38. Nou, 201.038. Heel concreet, over die dramaproductie heeft het over 20 mensen. 20 mensen. Dank je wel. Graag gedaan. Jij ook, Bert. Succes. En dat was Jan-Paul, dames en heren. Die gaat nu zijn handtekening zetten. Freelance tv-regisseur. Overheid. Het is niet alleen de cultuur die als fenomeen